In deze serie ga ik op zoek naar mensen die betrokken en van belang zijn geweest bij de Europese eenwording. Dat is Wim Kok, was destijds minister van Financiën in het kabinet Lubbers 3. En ondertekende samen met? En ondertekend met Hans van den Broek, die was toen minister van Buitenlandse Zaken. Ik herinner me uit Maastricht hoe Helmoet Kool op een moment naar me toe kwam in het stadhuis van Maastricht op een receptie op de vooravond van de eigenlijke top van Maastricht. En zei, Wim, we kunnen nog niet beslissen wie er aan de euro zullen deelnemen. Dat kwam later pas. Maar toen, in 1990, 1991, als we nu niet de deelname aan de euro tot iets onomkeerbaars proberen te maken, dan lopen we altijd het risico dat onze opvolgers weer iets gaan terugdraaien wat niet meer teruggedraaid zou moeten worden. Het ideaal was aan te tonen dat het democratisch Europa, wat we nu noemen de Europese Unie, dat het superieure, het betere systeem was. Ja. En dat we ook niet alles over konden laten aan de Verenigde Staten, die natuurlijk militair het belangrijkste was. Was Koude Oorlog, Moskou, Washington. Waar staat eigenlijk Europa? Ik bezoek bijzondere plekken in Nederland die iets te maken hebben met Europa. Want dit is eigenlijk de oude grensmarkering. Ja. Hier waren die Nederlandse straat. Ja. Ja? Hier waren de Duitse straat. Onze wijnkelder. Dit is de wijnkelder. Ons gastenboek. Hè? Iedereen schrijft hier in de mergelwand. Maar iedereen heeft keurig een handtekening gezet, koningin ook. En dat is een historisch tableau, daar ben ik heel trots op. Nadere kennismaking dus met de Europese Unie, maar dan gezien vanuit Nederland.